Zo, we gaan weer iets voorlezen. Deze keer opnieuw uit mijn nieuwe roman Rozen en Rook, die op 23 april verschijnt. Even een nieuwtje. Ik ga het signeren bij Paagman in die dagen. Ik vertel nog wel wanneer precies. En dan kunnen jullie dat boek komen kopen. En dan kan ik het signeren op gepaste afstand. Ik moet uit dit boek kiezen stukken die niet meteen verraden hoe het in elkaar zit. Het speelt dus in 2050. De hoofdfiguur is Walid Fransman, een jonge dichter die uit Londen gekomen is en in Frankrijk in het huis van zijn grootvader is gaan bivakeren. En daar ontmoette hij allerlei mensen, onder andere een oud mannetje. En de naam is Maurice en daar is hij mee in gesprek. Als volgt. Jij maakt beelden. Het was eerder een stelling dan een vraag van Walid. Beelden en fietsen, statisch en mobiel. De beelden zijn met de grond versmolten en de fietsen zweven op menselijke kracht. Maurice ging erbij zitten. Kennelijk had hij geen haast en wilde hij zijn ei kwijt. Iedereen kende zijn verhaal natuurlijk al, dacht Walid. En hij was een gewillig nieuw slachtoffer. Maar hij liet het zich graag aanleunen. De man begon hem te interesseren. Zijn opmerking over met de aarde versmolten beelden en zwevende fietsen hadden zijn nieuwsgierigheid gewekt. Zijn het stalen beelden? Gesmeed metaal. Soms gebruik ik ook stenen die ik vind. Beide materialen komen uit de aarde. Ik geef ze terug aan de aarde, maar dan in een andere vorm. Ik vermenselijk ze. Voeg er een emotie aan toe. En de fietsen dan? Vroeg Walid. Nu verscheen er een brede grijns rond de dunne lippen van het mannetje. Het leek of zijn neus nog puntiger werd en zijn oogjes glinsterden. Hij schoof wat rond op zijn stoel, greep in zijn zak, haalde een pakje tabak, een pijp en een aansteker uit en begon omslachtig met het ritueel van het pijproken. Hij opende het leren zakje, snoof eraan, knikte goedkeurend, schoof de pijp half in het zakje, wrong er tabak in, sloot het pakje zorgvuldig, schoof de pijp tussen zijn lippen, stak de brand in de tabak, onderwijl zuigend aan het mondstuk, inhaleerde de rook, blies vervolgens uit, snoof de geur tevreden op, leunde achterover en zei: de fietsen zijn het tegenovergestelde. Het leek een prachtige act, dacht Walid. De manier waarop hij de spanning erin hield. Maar hij twijfelde of het bewust gedrag was. Misschien was het een manier van genieten. Een combinatie van tabaksgenot en het genot zijn filosofie te vertellen. Het ene versterkte het andere. Hier zat geen acteur, maar een oprechte, emotionele man. Waarschijnlijk nog intelligent ook. Het tegenovergestelde, Walid stelde de vraag bewust om de verteller het genoegen van een geïnteresseerde toehoorder te gunnen. Ja, antwoordde Maurice. De enige overeenkomst is dat het materiaal ook uit de aarde komt, namelijk zand. Alle onderdelen zijn gemaakt van geprint glas. Ik geef de maten door aan de fabriek hier vlakbij en die leveren een paar weken later de buizen, raderen en wat dies meer zij. Daarvan maak ik een instrument dat zich vrij maakt van de aarde, dat spot met de tijd. De beelden zijn statisch, de fietsen mobiel. Als de beelden gereed zijn, verandert er in wezen niets aan.
Alleen in Rosy voegt een creatieve dimensie toe, zonder menselijke inmenging. Als de feed klaar is, begint hij pas te leven. Dan voegt de menselijke inspanning de dimensies van de beweging toe, telkens opnieuw, nooit hetzelfde.